Thank you.
I'm gonna go to the bathroom.
Gefeliciteerd, derde plaats. Tevreden? Ja, meer als dat. Ik had niet verwacht dat ik in de finale zou komen. Ik heb er wel veel voor geoefend en stiekempjes gehoopt. Maar het was inderdaad een openbaring en ik vond het geweldig, geweldig om mee te spelen. Je eerste nummer was Toreador. Was wel totaal anders met het finale nummer. Ja, dat had ik speciaal uitgekozen, want er zit veel ritme en kracht in. En dat Summertime, dat is dus een heel ingetogen stuk. En ik wist van tevoren, dat gaat moeilijker worden voor mij om ingetogen te zijn. Ook in de muziek. Hoe lastig is dat dan?
Ja, lastig is dat. Je moet jezelf volledig onder controle houden. En als je dus enthousiast bent, dan wil dat nog wel eens schuren en wreken of tegen. Maar ik was super gelukkig en ik zou het nog wel een keer willen doen. Zo blij was ik. Kunnen we als conclusie trekken dat je meer verstand hebt van verzekeringen? Ja, dat nog steeds. Dankjewel. Dankjewel. Jan Stolwijk in het roze bij ons. Eerste nummer Pink Panther. Tweede nummer in de finale. Ander pak gekund? Had ik ander pakken moeten doen, zeg je dat? Zou dat gekund hebben? Dat je dan misschien meer indruk op de jury had kunnen maken? Weet ik niet. Ik vind roze ook een zomerse kleur, dus vooruit. Je hebt hier meegedaan. Voor de eerste keer in Bodegraven dat dit georganiseerd wordt voor herhaling vatbaar? Jazeker, ik vind het er gebeurt wat in Bodegraven. Bodegraven leeft. Heel leuk om te doen en ik raad iedereen aan om volgend jaar ook mee te doen. Bij ons winnares, Fauve. Fauve, we kennen jou eigenlijk allemaal als enorme zangeres. Hoe is het om dit te doen? Ja, het is natuurlijk muziek maken en daar hou ik van. Het is mijn passie. Maar dit is wel een heel andere tak van sport. Maar het is heel gaaf om te doen. Heel gaaf. Hoeveel uur heb je er eigenlijk aan besteed om dat zo in te studeren? Nou, ja, elke dag even naar geluisterd. Dat het echt in je lijf gaat zitten. En dat je echt het nummer door en door kent. Ja, en dan hoeveel uur durf ik niet zeggen. Maar ik heb er wel elke dag even aan besteed. Ja. Is het een groot voordeel dat je into music bent eigenlijk? Ik denk het wel. Ik ken de bladmuziek, kan ik lezen. En daar kan ik al wat meer wijs uit worden als iemand die dat niet, die kennis niet heeft. Dus dat is zeker een voordeel geweest. Maar daarnaast gaat het ook om de passie en het gevoel erin te leggen. En dat hebben heel veel kandidaten ook heel erg mooi laten zien, vind ik. Ja. En betekent dit dat Fauve volgend jaar weer mee moet doen om de beker te verdedigen? Ja, ik wil mijn plekje wel verdedigen. Ja, ik ga dan zeker, als het mag, nog een keer meedoen. Ik vind het heel erg leuk. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Cora, kruiddampen opgetrokken, de spullen worden opgeruimd. Eerste keer Maestro en Bodegraven, bevallen? Ja, het was heel erg leuk. We hebben het al eens eerder in Alphen aan de Rijn gedaan. Toen kregen we wel eens het verwijt dat we wat te lief waren voor de dirigenten als orkest. Dat we ze gewoon de stukken speelden zoals we ze allemaal al kennen en niet volgden. En dat hebben we hier wel een beetje beter toegepast. En sommige dirigenten waren heel sterk en heel goed in het houden van de maat. Maar er waren er ook een paar waarbij het inderdaad steeds langzamer ging. En helaas hebben die kandidaten de finale ook niet gehaald. Het lijkt me ook enorm lastig om daar op die bok te moeten staan als je er eigenlijk geen ervaring mee hebt. Dat klopt. En je zag dus ook vandaag wel dat de mensen die zelf al wel iets met muziek doen, zingen bijvoorbeeld, er waren een aantal mensen die wel zingen, dat die dan toch een voorsprong hebben, omdat ze toch wat meer gevoel ermee hebben. Hoewel een van de finalisten, Jan Stolwijk, volgens mij helemaal geen ervaring heeft met muziek, dat zei die ook zo. En die deed het toch ook vanuit zijn hart heel goed. Maar misschien moet het wel vanuit je hart. Het moet ook voor een deel vanuit je hart komen, maar ja, je moet ook wel een klein beetje richting geven, anders gaat het orkest alle kanten op en dat is niet de bedoeling. Voor onze kijkers, wie heeft nu de muziek uitgezocht? Dat heeft Lucien de Valk gedaan, onze dirigent. Die zoekt een aantal stukken uit die niet al te moeilijk zijn, met niet al te veel verschillende maatwisselingen, toonsoortwisselingen, tempowisselingen. Want dan wordt het erg ingewikkeld voor de maestro's op de bok. En er waren er 7 waar ze uit konden kiezen. En er zijn er geloof ik 5 van vandaag ook inderdaad gespeeld. 2 vinden ze dan toch te moeilijk, denk ik. Die kiezen ze niet. En het finale nummer, dat was van tevoren vastgesteld? Ja, alle kandidaten hadden van tevoren ook een opname gekregen van het finale nummer. En we hadden er ook nog bij gezegd van, kijk daar nou ook even naar. Want als je in de finale komt, is het toch wel fijn als je dan ook dat al een paar keer gehoord hebt. En dat hadden ze volgens mij redelijk gedaan. We hadden 2 weken terug in Alphen aan de Rijn een finalist die zoiets had. Ik kom nooit in die finale. Had ook niet naar het finale stuk gekregen. Die was dus ruim bovenaan geëindigd in de wedstrijd. En die eindigde als laatste in de finale. Want het finale stuk, ja, dat had ze niet voorbereid. En dat is dan jammer. Tweede weekend juni 2018, wederom maestro? Zou zomaar kunnen. Ja, als het orkest weer bij elkaar komt, en dat lukt ons meestal wel. En als er kandidaten gevonden worden en als er wat gesponsord wordt om het te kunnen financieren, dan gaat het zeker door. Want zonder sponsors gaat het niet? Nee, het orkest bestaat uit allemaal vrijwilligers, maar we hebben wel wat voorbereidingstijd. We moeten wat muziek aanschaffen, we moeten repeteren, de dirigent moet betaald worden, er moeten lessen gegeven worden. Dus het kost wel wat geld en daar hebben we wel sponsors voor nodig. Dankjewel. Graag gedaan en wie weet tot de volgende keer.